Beste kijkers, fijn dat je weer kijkt naar de uitzending van de lokale Omroep Stijn. Ieder jaar wordt de Stichting Oostdanksfeest een groot feest georganiseerd. Ook dit jaar zijn ze weer op zoek gegaan naar een nieuwe oogstkoningin. De oogstkoningin van 2014 en 2015 is pas geleden afgedraaid en wordt de nieuwe oogstkoningin geïnstalleerd. Kijk met naar de volgende beelden die zijn gemaakt van de installatie en kroning van de nieuwe oogstkoningin. Dames en heren, hier komen onze koningin aan. Ik zou zeggen, een luid applaus, koningin 2015. Ik mag de naam nog niet zeggen. Goedemiddag, opnieuw. Mag je voorstellen aan Saskia Tolle, onze nieuwe oostkoningin, althans Bino. Een stuk van de schutterie is dat geluivig. Die lepen verdacht kort bij de harmonie. Ik weet niet of er een fusie is aan te komen. Je moet even bij die mevrouw zien of dat je dan een subsidie deed. Ik denk het wel, dus kijk goed. Maar in ieder geval, Geer, ook bedankt dat je ons oostkoningin tot hier begeleid en ook tot in augustus uiteraard. Nou, ik ben Saskia. Ik woon in Nattenhoven. Ik ben 19 jaar. Ik woon nog gezellig bij mama en pap toes. Ik zit in de chatterie, dat heb je net ook al gezien. En ja, ik hoop dat dit een fantastisch jaar gaat worden. Hey. Dat is goed. Dat hopen we ook. Ik neem aan, ik weet niet wie dat gaat doen. Meneer Duizing, zou de best groot genoeg kunnen zullen eraan, hè? Ja. Ja, dames en heren, Saskia, oostkoningin 2015-16. Leve, wat van leven in de grond, in de grond, ja. Mevrouw Leurs, ik geef u de microfoon en het pakketje op Galina. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. En natuurlijk door ik mij dat moment om hier aanwezig te zien en de oogstdankkundigin te installeren, mede te installeren, want eigenlijk is het een co-productie. Natuurlijk was het als gemeentebestuur niet langs de naschoen en wie de muziek begon te spelen, dacht ik, wat is dat nou? De klop gaat niet, het programma wordt gaat anders als medegedeeld, maar goed, we zijn een heel flexibel gemeentebestuur. Komende jaar heel veel ontmoeten, want meestal is het zo, dat daar waar de oogstdankkundigin is, is meestal ook de burgemeester. Goed, dankjewel. Ja, even ruimte voor de hoofd. Een fotosessie, dat liep niet gewoon, joh. Die verbondenheid met Nattenhoven is groot. Die schotterie Sint-Bertus huist zich tevens die merkjes en schudt zijn bulkjes aan. Dan is ze ook actief in de hangbordsport en geeft ze geer uit naar allerlei optredens en tentfeesten en echte VFBS.
Nou, hier sta ik dan, de Auskillingen van 2015. Ik vind het geweldig dat je er dan ook hier allemaal heen bent gekomen vandaag. Met vol trots mag ik dan ook dit jaar het fantastische Fias vertegenwoordigen. Het kriebelt me al jaren en het weet je er allemaal ook dat ik dit heel graag wou. Een speciaal moment en dat mag ik vandaag allemaal met u delen. Nadat ik het verlossende telefoontje van Ed heb gekregen, koos mijn geluk niet op. Natuurlijk wil ik ook mijn buurt Nattenhoven bedanken. Het is dan ook al 22 jaar geleden dat Veer en onze buurt de laatste keer een Auskunningen hebben gehad. Met trots mag ik dan ook nu als Auskunningen deze buurt vertegenwoordigen en ik weet dat ze achter me staan. Ja, ik zal er dan in een heel zonnige Sjeetwee in Nattenhoven met Nijvenmeeg een heel charmante dame en die kent zichzelf even voorstellen. Jazeker, ik ben Saskia Tolle, ik woon in Nattenhoven. Ik ben 19 jaar oud en ik ben dit jaar Auskunningen in 2015. Proficiat, dat is het eerste wat we moeten zeggen natuurlijk voor een kerstverse Auskunningen. Wie vindt het? Ja, geweldig. De aankomst, het is eigenlijk helemaal super. Dat had ik nooit verwacht. Ik ben heel rustig geweest tot op het moment dat de harmonie kwam. En die hier aanwezig zijn, ja, echt, ik kan nu al op dit moment genieten. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Wat deed je in het dagelijkse leven? Ik ben toevallig dit jaar geslaagd voor mijn opleiding, MBO niveau 4. Ik sta ingeschreven voor de HBO verpleegkundige. En ja, door het dagelijks leven her, ik zit handbal, ik ben kiepster. En ik zit in de chatterie van Nattenhoven. Nou, kijk, het is een echt verenigingsmeertje, dus fijn. En die hoort toen straks de voorzitter gaat vragen van zoek ze nog een vriend. Wie heeft er geen antwoord op gegeven? Wie zit dat eigenlijk? Ik heb wel iemand zo leuk ontmoet. Dus ja, verzullen ze helemaal Toutkamp. Maar met zo'n prachtig stralend oogstjaar voor de boeg moet het allemaal goed komen, denk ik. Ik denk het wel, ja. Daar maak ik me geen zorgen over. Als Oostkoningin representeerste het Oostcomité natuurlijk, maar ook die eigen dorp, Berg aan de Maas, de gemeente Steen. Wie stelt zich dat voor? Ik ben uitgenodigd door verschillende evenementen die het Oostfeest jaar aanwezig willen hebben. Dan ga ik het Oostfeest vertegenwoordigen en bezoek ik hun evenement. Ja, daar ben ik nou een boegbeeld van Berg. Dus ja, ik kom dan ook een vol ornaat aan. En dan weet ook iedereen dat Veer daar zijn geweest en dat ze ook allemaal naar het weekend in Oostfeest moeten komen. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk, dat weekend. Wanneer is dat? Dat is vrijdag 21 augustus en dan de zaterdag, zondag en de maandag. En dan is heel Berg loopt dan vol met allemaal lui die belangstelling hebben voor het Oostfeest. Die willen feesten in de tent, maar ook die op zondag naar die stoet willen komen. En die denken dat dat voor dich een hoogtepunt moet zijn. Jazeker, daar kijk ik nu al heel erg naar uit. We starten maandag met het boeren van de wagen. En dan gaat de spanning weer oplopen. Want dan is natuurlijk het uitkijken naar de zondag, naar de culturele stoet. Dat ik als Oostkoningin op de laatste wagen mag staan. En door Dörre Berg toch mijn trots mag rijden. Ja. Dus hij is vergoon maandag boeren. Geeft ze zelf met boeren aan de wagen? Wat ik kan helpen, daar helpen we met. Dus we zullen zien wat ik kan maken dit jaar. We komen stiekem eens kijken in de loods. Dat wil voorzien aan de koningin, aan het werk is aan de wagen. Dat is prima, ik verwacht het wel. Goed, ik wens je heel veel succes, een prachtig jaar en voorzien ons in dat laatste weekend van augustus. Prima, dankjewel. Dankjewel.